welkom bij deze super duper nieuwe leuke video, want ik ben weer bij jullie terug met een nieuwe mega grote winactie. Ik heb al heel lang geen winacties meer gehouden. Als je me al lang volgt, weet je dat ik ze echt heel vaak hield. Echt zeker 2-3 keer per jaar had ik weer zo'n groot pakket om weg te geven aan een van jullie. Ik heb het nou al eventjes niet meer gedaan en ik dacht, het is weer tijd om iets terug te geven aan jullie. Gewoon als bedankje. Ik heb hier verder ook echt helemaal niks aan. Ik had het ook gewoon kunnen verkopen, maar ik dacht, ik wil het gewoon doen als bedankje, want jullie kijken allemaal altijd mijn video's, abonneren, liken, reageren, etc. Dus ik wilde dit gewoon terug doen als een soort van bedankje. Omdat YouTube mijn werk is, ontvang ik super veel spulletjes. Make-up, beautyproducten, haarproducten, andere dingetjes, gewoon van alles. Ook koop ik heel veel voor mijn video's. Dus ik heb echt super veel producten waar ik gewoon helemaal niks mee doe. Dus die ga ik allemaal vandaag aan jullie weggeven. Alles is ook helemaal nieuw, ongebruikt. En het is make-up, beautyproducten, echt gewoon van alles. Je kunt er meedoen als je in Nederland en België woont. 1 persoon gaat winnen. 1 persoon wint dit mega pakket. Het is waarschijnlijk te veel voor 1 persoon. Dus die persoon kan dan weer familie blij maken met een aantal producten of vrienden of whatever. Waarom maak ik niet een heleboel pakketten voor een heleboel mensen? Eerlijk, het is gewoon te veel gedoe. Want dan wil ik weer per se dat elk pakket evenveel waarde heeft. En dan doe ik er weer allemaal veel te lang over. Dus ik denk, ik maak gewoon 1 groot pakket voor 1 persoon. En die persoon kan het dan weer verspreiden met vriendinnen, familie, whatever. Als je wilt weten wat je moet doen om deze grote winactie te winnen, ik vertel het helemaal aan het einde van de video. Doe ook echt alles wat je moet doen. Ik heb zo vaak dat mensen meedoen en dan niet alles hebben gedaan. Ja, en dan kun je gewoon helaas niet winnen. In deze video ga ik alles laten zien wat je kunt winnen. Ik ga alles af. Als jij het niet wilt weten en als verrassing wilt houden, spoel dan lekker door naar het einde waarin ik gewoon vertel wat je moet doen om mee te winnen. Alle info staat ook beneden in de beschrijving. En deze winactie loopt precies 1 week. Over 1 week ga ik gewoon willekeurig een winnaar uitzoeken. Dus ja, ik ben weer echt super super enthousiast om dit te gaan doen. Je hoeft verder ook niks te betalen of whatever. Als jij wint, stuur ik het pakket gewoon helemaal gratis op. Verzending betaal ik. Dus er zit verder niks achter ofzo. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Ik ga alles laten zien. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze winactie. Oké, nou dat was weer een heleboel informatie. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Deze lipkit van Makeup Revolution in samenwerking met Sove. Het is een lipkit met een lippot, loodje en een lipbalm. Oké, nou laten we gewoon snel beginnen. Ik ga alles laten zien. Het is een hoop, dus ik ga er wel een beetje snel doorheen. Anders zitten we hier volgend jaar nog. Oké, het eerste product is naar mijn mening ook een van de leukste producten van heel deze winactie. En dat is deze ring light. Ideaal als je mooie foto's wilt maken van jezelf. Video's, als je ook een influencer bent of gewoon een Instagram hebt waarbij je heel vaak content maakt. Of als je dat allemaal niet doet en gewoon thuis zit en gewoon leuke foto's wilt maken, dan is dit echt ideaal. Je kunt gewoon je phone erop zetten, het licht gaat aan en je kunt dan de perfecte selfie maken of selfie video, hoe het ook heet. Dus dit is een heel handig product. Ik heb er al zo eentje, vandaar dat ik deze weggeef. Van Makeup Studio heb ik hier deze set met een mascara en een oogpotloodje. Deze mascara is echt super duper goed. Ook een van hun best verkochte mascara's. Echt amazing. Van de Kruidvat heb ik deze peeling voetmasker. Ik gebruik hun voetmasker super vaak. Dat heb je ook gezien als je me volgt op Instagram. Deze zijn echt heel fijn voor mooie zachte voetjes. Van Morphe heb ik dit kleine paletje. Dit is een oogschaduwpaletje. Een 9P palette. Hier achterop staan alle kleuren. Het zijn een beetje rozige romantische kleuren. Heel mooi paletje. Van de Kruidvat heb ik deze Just You and Me foto schudblok. Dus je kunt hier een foto in doen en dan zo schudden. En dan gaat dit zo allemaal zo overal heen. Heel leuk voor een foto met jou en je vriend of whatever. En van Clarins heb ik dit super super kleine schattige make-up etuietje. En er zit ook een kleine spiegel in. Heel handig als je gewoon wat make-up wilt meenemen voor onderweg. Ook van Clarins deze face roller. Kun je je zo rollen op je gezicht. Is fijn voor met skincare. Van Kruidvat heb ik deze Hyaluron gezichtsmasker. Heel fijn als je een droge huid hebt. En van Kruidvat ook deze Q10 dagcreme. Jongens, dagcreme is belangrijk. Smeer elke dag dagcreme. Ook van de Kruidvat heb ik hier 3 parfums. Eau de toilette. 3 verschillende geurtjes. En ook van de Kruidvat, ik heb een hoop van de Kruidvat, heb ik dit Relax Cream maskertje. Dit zijn 2 maskers voor je gezicht. Van Icons Lab heb ik deze Floral gezichtsspray. Van de Kruidvat deze douche mousse om je lichaam te wassen. Ik heb hier 2 tandenpasta's. Allebei van Paradontax.
parodontax of zoiets. Ik heb hier glijmiddel, mocht je het moeten hebben. Ik heb hier een foundation van Catrice. Mocht het niet jouw kleur zijn, maak er dan iemand anders mee blij. Van Sol Secrets heb ik deze body olie. En ik heb ook van de Kruidvat deze nagelolie. Van Pixi heb ik deze super super fijne gezichtsolie. Deze heb ik al en is echt super duper fijn. I love it. Van What's Up Beauty heb ik een oogschaduwkwast. Ik heb hier een hele grote drinkfles, ook van de Kruidvat. Ik heb hier een klein schattig armbandje. Ik heb van Makeup Revolution een oogschaduwpaletje. Hier achterop staan de kleuren, een beetje herfstachtige kleurtjes. En van Morphe 2 Skincare heb ik deze Facial Mist. Dus een mist voor op je make-up of onder je make-up. En van Q10 Kruidvat ook deze oogcreme. Altijd handig als je droge onderogen hebt. Van Kruidvat heb ik dit lip serum voor zachte lipjes. Van Catrice heb ik deze glow shots voor je gezicht. Voor een extra glow. En van Clarins heb ik hier nog een oogcreme. En dan heb ik hier de super populaire lijn van Garnier. Iedereen heeft het hier over. Super super fijn voor de haren. Ik heb hier de shampoo en de conditioner volgens mij. Ja, allebei is een setje om samen te gebruiken. Oh, ik heb nog zo'n arm bandje. Dan heb je er twee. Van Clarins heb ik deze beauty balm. Is gewoon een balm voor je huid. Van Kruidvat deze maaltijd shake. Als je mij volgt weet je dat wanneer ik op dieet ben, ik deze altijd drink als lunch. En dit is de vanille shake. Ik heb die al, vandaar dat ik hem weggeef. Deze is echt heel erg fijn. Van Catrice nog meer power shots voor het gezicht. Van Kruidvat altijd handig om te flossen voor je gebit. En dan heb ik hier nog een haarserum. Deze ook echt heel fijn. Van Everyday Skincare deze handige haarband om te gebruiken als je je gezicht skincare gaat doen. Ook van Hair Care by Sen heb ik deze scalp brush. Als je wilt dat je haar sneller gaat groeien, ga dan hiermee zo over je hoofdhuid voor 5 minuten elke dag. En dat stimuleert dan echt je haargroei. Dat is heel fijn. Van Ghoul heb ik deze shampoo. Ik heb van Morphe 2 Skincare Hit the Dot Spot Solution. Dus heel erg handig als je spots hebt op je gezicht. En van Clarins ook weer deze body olie. Van Sayos heb ik deze haarkleuring. Van Queen Tarsi het fantastische Girl Power paletje. Super duper mooie kleur. Is echt een van de fijnste oogschaduwpaletjes die ik heb. Je gaat er heel blij mee zijn. Ook weer van Hair Care by Sen heb ik deze Hair Scalp Roller. Ook weer voor haar. Groei op je hoofd. Van Calvin Klein heb ik deze parfum. Ik hou van parfums, jongens. Ik heb er echt veel. Van de Action Max & More heb ik dit oogschaduwpaletje. Dit zijn de kleuren hierachter. Beetje smoky, donkere kleurtjes. Ik heb hier een heleboel nagellak van verschillende brands, verschillende kleuren. Gewoon echt een heleboel nagellak. Van Rimmel London, de Kind & Free mascara. Ik heb er twee, dus één voor jou en misschien één voor een vriendin. Van Kruidvat, de Self Tan Bronzing Cream. Dus een crème om aan te brengen om wat donkerder te worden. Is veel makkelijker dan bruiningsmoes bijvoorbeeld. Ook van Revolution dit oogschaduwpaletje. Hier achterop staan weer de kleuren. Een beetje cooltone-achtige kleurtjes. Van Catrice heb ik deze Energy Face Serum. Van Makeup Studio heb ik deze wenkbrauwgel. Van Maybelline deze foundation. En ook van hun deze mascara. De mega populaire mascara op TikTok. Ik ben heel benieuwd wat de persoon die gaat winnen hiervan gaat vinden. Ik heb hier van Kruidvat deze Nail Quick Dry Spray. Deze heb ik al. Gebruik ik elke keer als ik weer nagellak opdoe op mijn tenen. Deze gaat ervoor zorgen dat het sneller opdroogt. En het laat ook een hele mooie glans achter. Echt super duper mooi. Van Marcella heb ik weer een kleine parfum. Van Kruidvat deze gezichtsserum. En nog eentje, maar deze is van Catrice. Essence deze Ink Brow Gel voor je wenkbrauwen. Van Makeup Studio heb ik hier een gel liner. En ook van Catrice deze wenkbrauwpoeder. Van Catrice heb ik deze lipstick. Van Sensai heb ik deze oogcreme. Deze prachtige wimpers van Babydoll Cosmetics. Deze heb ik twee. Deze heb ik laatst in een video gebruikt. Zijn echt heel erg mooi. Van Essence deze handige plak en nagels. Heel mooi. Een hele mooie naturel witte kleur. Van Pussy Shop heb ik hier een grote make-up kwast. En ook van hun deze XXL Lip Plumper Lip Gloss. Van Essence heb ik deze Face Serum voor een glow op je gezicht. Van Ghoul heb ik deze conditioner voor beschadigd haar. Ik heb hier nog een mascara van Catrice. Van Makeup Studio de 4D Lash Mascara. Hun beste mascara. En ik heb hier wat random oorbelletjes. Zogenaamd Gucci, maar zijn niet echt. Oké, volgende zak. Er is nog meer. Van Max Factor deze mascara in een overdreven mooi zakje.
van Kruidvat weer deze douchemousse om je lichaam te wassen in de douche. Voor de mensen die het graag zouden willen, de Satisfyer die helemaal viraal ging op Facebook. Voor je haren ook weer van de Kanye Fruits line, deze hydrating haarmasker. Van Morphe X Nayani heb ik deze kwastenset. Is een oogkwastenset met een aantal kwasten. Van Kruidvat heb ik deze zalfcreme. En ik heb hier dit handig boekje, gewoon voor als je... ja, iets wilt noteren of whatever, gewoon een handig schriftje. Ook weer van de geweldige Garnier Fruits lijn heb ik hier twee producten. Dit is een shampoo en een conditioner. Als je je afvraagt, als je de lijn zo goed vindt, waarom doe je dan alles weg? Ik heb bijna alles dubbel, dus vandaar. Van een Booty Shop deze pocket spiegel, een kleine spiegeltje voor in je tas. Van Ardell heb ik deze magnetische wimpers met een magnetische gel eyeliner. Van Kruidvat Hydrating Handcreme. Van Argan Oil nog een conditioner. Om gezond te blijven van de Kruidvat een potje met multivitamine. En deze is speciaal voor vegans. Dus als je geen vlees eet. Hier van WhatsApp Beauty een heleboel nagellakjes. Deze nagellakjes zijn echt top notch kwaliteit. Het is dat ik acryl heb. Anders had ik ze allemaal gehouden. De kleuren zijn ook echt prachtig. Heel uniek. Nog een roze van Catrice. Van Huda Beauty deze prachtige matte liquid lipstick. Van hun nieuwe vernieuwde lipstick lijn. Matte liquid lipstick in de kleur Bombshell. Een van mijn fave kleuren. Van de Soul Secrets lijn van Kruidvat heb ik hier deze body scrub. Van Elf heb ik dit super schattige oogschaduwpaletje. Die kwaliteit is echt heel goed. Van Catrice heb ik hier ook een brow pen voor je wenkbrauwen. Van Makeup Studio heb ik deze oogschaduwmousse. Van She Glam heb ik deze twee cream blushes in twee verschillende kleurtjes. Ook weer van Ardell deze magnetische wimpers. Maar dan halve met ook weer een magnetische gel erbij. Ik heb van Kruidvat deze lipolie, lipgloss, lipolie. En nog een keer deze Maybelline mascara. Mocht je hem fijn vinden, dan heb je dus gelijk een backup. Van Kruidvat heb ik deze lipbalm. En van Clarence deze Milky Boost capsules. Ik heb hier nog een haarkleuring als je mooi rood haar wilt of al hebt. Ik heb hier van Shein deze grote make-up kwast. Van Dat Het Hair dit haar handdoekje. Van Kruidvat deze blush. Deze vind ik heel fijn. Is echt een hele fijne blush. En van Clarins deze Beauty Flash Peel voor je gezicht. Van Kruidvat deze zelf bruiner handschoen. Mocht je gaan bruinen dan heb je dus een handschoen. Ik heb hier nog twee nagellakjes. In roze en oranje. Ik heb hier van E-Cooking een vitamine C serum. Dit is echt een van de beste skincare merken ever. En ook heel duur. Van de Kruidvat een pink glitter maskertje. Heel leuk. En je hebt er weer twee. Van Nivea deze anti-spot getinte crème. Van Antonio Axu of zoiets. Een sea salt spray voor je haren. Is een textuurspray als het goed is. Van Biodermal deze 50 plus SPF. Hier nog een oogpotloodje van de Kruidvat. En hier nog eentje, dus in twee verschillende kleuren. Nog meer nagellakjes. Deze groene is echt heel mooi. I love it. Nog een lipgloss van Kruidvat. Van Remiscar of zoiets. Een anti-aging serum voor de iets oudere huid. Ik heb hier een potloodje van Naked. Een bruin oogpotloodje. Van Gold heb ik weer een textuurspray voor je haren. En van de Kruidvat dit oogschaduwpaletje. Voor een hele mooie neutrale look. Dit was dan alles wat je kunt winnen. Leuke dingetjes hè jongens. Oh my gosh. Als ik deze winactie zou zien online bij een andere persoon. Dan had ik echt zeker meegedaan. Er zitten echt echt leuke producten bij. In principe vind ik gewoon alles leuk. Oké, nou komen we aan bij het punt waarin ik ga vertellen wat je moet doen om deze winactie te winnen. Op zich hoef je eigenlijk helemaal niet heel veel te doen. Eerste wat je moet doen is like en abonneer. Like deze video en abonneer op mijn kanaal. Als je dat hebt gedaan, volg me dan ook op Instagram. Die komt hier in beeld. Als jij geen Instagram hebt, je kunt dan helaas niet meedoen. Of maak er gewoon even snel eentje aan. En als laatste, laat hier beneden een leuke reactie achter. Plus jouw Instagram naam. Want ik ga de winnaar een berichtje sturen via Instagram. Laat gewoon een leuke reactie achter. Maakt niet uit wat je zegt. Misschien waarom je wilt winnen. Of wat je ermee zou willen doen. Of whatever. Het maakt letterlijk niet uit wat je zegt. Als je maar eventjes gewoon laat weten dat je dus meedoet aan deze winactie. Plus je Instagram naam. Want dat vergeten vaak mensen. Vergeet dat niet. Want als jouw Instagram naam er niet bij staat, kan ik je dus ook niet berichten. Over 1 week maak ik de winnaar bekend. Zowel hier beneden in de reacties als
via Instagram DM. Dus hou je DM in de gaten. Nou, alles staat ook nog beneden in de beschrijving wat je moet doen voor het geval dat dit allemaal te snel ging of whatever. Als laatste wil ik jullie allemaal super veel succes wensen. Ik hoop echt dat ik weer iemand hier blij mee kan maken. Mocht je niet winnen, niet getreurd, er komen nog een heleboel andere winacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!